We staan hier in de Burgerhal en voor mij staat Dick Verboom van drankenservice Gouda uit de Willem en Marialaan. Goedenavond, Dick. Hallo, goedenavond. Wat is hier vanavond te beleven? Nou, we hebben vanavond een nozing en tastingavond. En dat is het derde Goudse Whisky Festival. En er zijn ongeveer 60 verschillende soorten single malt whiskies die mensen allemaal kunnen proeven. En de bedoeling is dat we dus elk jaar een wat meer groter publiek gaan trekken voor met name whisky, want het is een enorme groeimarkt. Je moet een onderscheid maken in single malt en blended whiskies. Blended whiskies, dat zijn whiskies van verschillende distilleerderijen. En een single malt, het woord zegt het al, single malt is een whisky van één distilleerderij. En dan moeten we ook weer vier soorten onderscheiden. Dat is een highland, een spiceheid, een lowland en een islay. En een highland is zacht met karamel en zoet met een beetje honing. En een islay, dat is een whisky met turf en jodium. Dat zijn de twee kenmerken van een highland en een islay whisky. Is dat voor een leek ook een beetje uit elkaar te houden? Ja, dat moet wel wat bij verteld worden, want een leek die voor het eerst whisky gaat drinken, die pakt meestal een blended whisky, Famous Grouse, Ballantines. Dat zijn whiskies die drink je uit een brede tumbler met ijs of met water, omdat het zo ontzettend scherp is. En een single malt, dat drink je uit een klein glaasje, dat is een tulpglaasje, omdat de mooie aroma's van de single malt whisky, die blijven hierin volledig behouden. En een brede tumbler met ijs en water, dat vervliegt. Nou, bedankt voor deze informatie, Dick. Ik wens je een hele fijne avond en ik hoop dat het maar vaak terug mag keren in dit evenement. Dankjewel, graag gedaan. Is die lekker? Dit wordt nog niet uitgevonden, hoop ik. Ik heb net begrepen dat de whisky van 18 jaar 18 seconden in moet laten spoelen. Om echt goed te kunnen proeven. Straks gaan we een whisky van 30 jaar doen. Dus het wordt een vrij late avond. Ja, wat een vrij lange avond. Dat wordt een later tip. Ik vind 18 jaar toch wat scherper als 40 jaar. Ja. Whisky is opgebouwd uit 400 verschillende aroma's en wij als mensen halen er maar 20 uit. Wat jij hebt is dat je aangeeft die scherp is. Wat je dan gaat doen is het glas gaat warmer maken. Als de whisky warmer wordt, dan wordt hij toegankelijk. Maar ik ben wel met je eens, de 18 is al vrij zacht. Als je naar de 15 gaat, is een combinatie van meerdere vaten, waardoor je met de whisky nog wat meer body gaat krijgen. En dit is, vind ik persoonlijk, ja, wat minder scherp als je daarover... Ja, dat vind ik ook, ja. Ja.